Yo, Wazin, Dode Eters, Rekkedo Records. Rekkedo Records, Nova, Dode Eters, motherfucker. Beter kijk je uit waar je kijkt. Wat is jullie belangrijkste reden om van het Engels naar het Nederlands die stap te maken? Gewoon even iets anders. Lekker simpel. Mm. Gewoon even iets anders, dus jullie gaan ook weer terug naar het Engels? Ja man, we gaan sowieso ook Engelse shit doen, ja. Weet je toch? Ja. Hoe hebben jullie dat voor jezelf? Ja, hebben jullie zoiets van, nou, we doen nu gewoon een album in het Nederlands als Dode Eters. En hoe heet jullie dan in het Engels? In het Engels zijn we verschillende groepen. Deze man komt uit een groep die heet LOT. Heet toch? Ik kom uit een groep die heet DVV. Dus allemaal verschillende namen, man. Maar dat komt vanzelf wel, weet je. Anders wordt het te moeilijk voor de mensen met al die namen en shit. Voor nu, Dode Eters. We brengen 4D, anderen zijn plastic. Ik bang hard op je bek tot je bek flipt. Rekken door, bezorg je ruzie met je buren. Dit is horror, vriend, fictie, drup van de muren. Is het zo dat jullie nu, ja, qua fanbase, dat eerst die fanbase gecreëerd wordt in Lelystad? Of? Ja, we zijn gewoon bezig met gewoon overal een fanbase te creëren, man. Iedereen die down is, gewoon met underground, dope hip hop. Weet je? Het zou misschien strategisch zijn om eerst Lelystad te veroveren, maar in principe Lelystad is niet zo heel groot. Dus in Lelystad heb je niet zoveel mogelijkheden. Ja, je hebt wel mogelijkheden, maar het zijn niet echt dat je zegt van echte hiphop. Je hebt een hiphopavond in een buurthuis, maar dat is niet echt iets wat wij, ja. Het is meer voor de mainstream hiphop, weet je wel. Echt zo van, het is niet eens hiphop, het is voor de urban. Voor de urban dudes, weet je. En wij vinden onszelf daar niet onder vallen, dus. Je hebt niet door dat ik een waanbeeld schep wanneer ik het zwarte zwaard uit het aanbeeld trek en je daarmee map. Dan krijg je wat je toekomt. Horrorfictie is een voorbode van de toekomst. De politiek heeft overal een duidelijke mening over hiphop. Hoe staat het bijvoorbeeld met de gemeente in Lelystad? Laten die zich ook uit over hiphop? En zo, ja, wat is hun mening? Of? Nee. De gemeente Lelystad heeft nog niet echt te maken gekregen met hiphop. Want ze hebben alleen maar urban feestjes. Dus dat is wat het is. En in principe zoeken wij het niet verder in Lelystad. Dus we proberen helemaal niks te organiseren of wat dan ook. En kijk, weet je wat het is? Er is niet zoveel vraag naar harde hiphop in Lelystad. Naar mijn weten dan, in Lelystad. Want die mensen die diggen gewoon R&B en urban. Ja. Dus ja, het heeft voor ons geen nut om al onze organisatorische talenten te gaan investeren in een of ander feest. En nee, we zijn te druk bezig met onze eigen shit. Wat dat betreft zijn we wel egoïstisch, als je het zo kan zeggen. Dus, Laatste maal, de laatste zonnestralen van de tropen. Na de bodem vertrokken, als het land is gezonken, verdronken. De haat verbeterde mijn zicht in het donker. Brek uit mijn kist van wie wil er gedonder. Wat de wereld kan niet zonder, het was al te laat voordat we waren begonnen, hoe lijp kan het worden? Hoe zit het met de rest van Nederland? Ik bedoel, even een kritische vraag van, ja, zit Nederland wel te wachten op een harde hiphop groep? Dat zullen we zien. Dat zullen we zien, man. Dat is de vraag. Ik denk het wel, man. We hebben een heleboel reacties gehad, positief en negatief. Ja. Maar ja, reacties zijn reacties, weet je, dus een aandacht is. Geef eens een voorbeeld van een positieve reactie en een negatieve reactie. Positieve reactie, ja. Positieve reactie, dus. Mensen vergelijken ons met Opgezwollen. En dan hebben ze het over een van onze eerste nummers. Nou, dat is een goede reactie, man. Een van onze eerste nummers als de Dode Eters, ja, dat vinden ze opgezwollen lijken. Ja, ik vind het wel een positieve reactie. Al wil ik mezelf niet te veel opgezwollen willen. Ja, ik wil me er niet mee vergelijken of zo. Nee. Vind ze wel heel dope, hoor, daar niet van. Maar het is heel iets anders eigenlijk. Maar ja, als mensen zeggen van, ik vind het opgezwollen lijken, dan weet je dat de leken gewoon bedoelen, het is kwaliteit. En dat is voor mij wel een positieve reactie. Behalve dat zijn er ook mensen gewoon die eigenlijk gillend naar ons toe kwamen van, what the fuck is dat? En ja, dus die waren helemaal in awe, zeg maar, om onze beats en om onze teksten en om onze stijl. Dus dat is zwaar positief en er zijn genoeg mensen. Dus we krijgen elke dag nog mails. Overdreven veel fanmail, ook uit het buitenland trouwens. Ja, man, heel veel mensen uit Frankrijk en Duitsland en Griekenland. Overdreven veel Amerikaanse artiesten die ons aanspreken over beats en over onze stijl, die het echt heel erg dikken. Dus. Mensen blijven uit de buurt, want de meeste mensen zijn bijzonder bang. Hij die neppe rappers uitveegt. Je ontvangt een sms als je mijn tekst achteruit leest. De koning van de fictie, vriend, ik ben een artiest. Wat ziek, wat griepen, zoek dan beef. Een lach vies alsof ik stiekem in het bad pies. Je muziek heeft zeg maar een negatieve lading. Waar maken jullie het meeste druk om? Ik maak me niet druk, weet je dat? Ja, precies. Oh, je maakt je helemaal niet druk? Nee, het is gewoon artistiek.
Zo wil ik het zien, weet je. Het is niet echt... Ja, man. Het is gewoon quantum lyrics. quantum physics, quantum lyrics. Het is niet dat we gefrustreerd zijn, weet je. We mixen onze kennis met art. En ja, dat is wat we neerzetten. Dus, In principe de buitenkant van die shit is negatief. Maar als je echt gaat checken wat die shit, wat allemaal zeggen, weet je, is het gewoon... Iemand met kennis, die weet waar we het over hebben. En dat is het grappige gewoon. We gaan mensen niet lastigvallen met onze frustraties. Dus, wij vertegenwoordigen de natives, zeg maar. Dat zijn zeg maar half goden. En als je het zo bekijkt, zij hebben geen goed of kwaad. Dus dat is er gewoon niet. Dat bestaat niet. Dus als je een stapje hoger gaat, dan verdwijnt die polariteit waar wij in leven, van goed of kwaad. Dat verdwijnt gewoon. En dat proberen wij te vertegenwoordigen in onze teksten. Van, je kan wel zeggen van ik ben negatief, maar wie ben jij om dat te zeggen? Weet je? Dus jij leeft in een polariteit. Hoe kan jij tegen mij zeggen ik ben goed of slecht? Ik ben een draak die met vlammen uit zijn bek blaast. En pas uitraast als ik de competitie wegvaag. Zeg wat je wil, maar deze rotgast innoveert. En brengt die shit waarvan je borstkas implodeert. Je staat stil omdat je schrikt voor mijn plaaggeesten. Mijn wraakzucht is het product van de samenleving. Waar komt die fascinatie dan vandaan? Daar gewoon, ben ik heel erg benieuwd naar. Boeken. Veel lezen gewoon. Veel lezen. Boeken. En ja, kijk, dan kom je gewoon achter dingen. Die gewoon door de regering en door wie dan ook gewoon achter zijn gehouden voor ons. Dingen die mensen vroeger al wisten, maar dingen die gewoon zijn verdwenen in de geschiedenisboeken eigenlijk. Goede knowledge. Dus, ja. Wat voor boek moet ik dan denken? Beholde Pilhorst, dat soort boeken of andere boeken? Nou, ik denk dan aan Krishnamurti. Ik denk dan aan Drunfalo Melchizedek. Ik denk dan aan iedereen die New Age wordt genoemd tegenwoordig. Ik denk aan mensen zoals David Icke. Plato shit. Maar heeft jullie muziek dan ook een boodschap in de zin van geloof niet wat de overheid vertelt, ga zelf op onderzoek uit? Is dat ook een van de boodschappen die jullie willen overbrengen? Of? Nog niet zozeer. Onze eerste hoofdstuk, dat is eigenlijk in principe gewoon de introductie. Dus het is niet, bevat geen uitleg. Het bevat alleen gewoon de rauwe teksten en mensen met kennis die zullen het begrijpen en die zullen gewoon de dingen eruit pikken. Dus en ons volgende hoofdstuk, dat gaat een hoger level inhouden. Maar laten we niet op de feiten vooruit lopen. De eerste album moet nog komen. Je komt tot een album aan een hoofdstuk. Ja, dus jullie zijn eigenlijk bezig aan een boek. Ja, het is eigenlijk een soort boek. Het is eigenlijk horrorfictie, hoofdstuk 1, Taal der Doden. Weet je, dat is die beef. De introductie van de Dode Eters. Hoofdstuk 1, Dode Eters, hier zijn we. Tweede album is gewoon pure knowledge en whatever, man, je weet toch? We willen gewoon ook fases beschrijven. Kijk, en die fase die we nou beschrijven, dat is de fase waar we nu in zitten. Dus de fase van chaos, de fase van polariteit, de fase van goed of kwaad, de fase van mensen weten niet waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Dus alles is een rotzooitje en dat is gewoon, dat vertegenwoordigt hoofdstuk 1, Taal der Doden. Hoe je spreekt met de kennis van duizend profeten de ruiten, de verloren zoon uit de tuin van Eden. Hoe bedoel je agressief zonder reden? Niks is positief in het leven dat we leven verdwaald in de illusie van vrede. Is het dan niet noodzakelijk om juist wel heel veel samenwerking aan te gaan, om de krachten te bundelen, ook met mensen buiten Lelystad, omdat die mensen ook weer contact hebben met zalen, ook weer een fanbase hebben, noem het maar op. Ja, qua strategie is dat heel goed, maar wij doen eigenlijk alleen wat wij willen doen. Dus wij willen ons helemaal niet zeg maar aan de regeltjes van de media houden, mm-hmm, of wat dan ook. Weet je. Kijk, en als dat de reden is waarom Nederlands ons uitkotst, nou, dan so be it. Weet je, want wij willen gewoon iets zeggen met onze muziek en niet meelopen en daardoor zeg maar op de voorgrond komen. Dan hadden we dit helemaal niet gedaan ook. Dus het is voor jullie ook belangrijk om het allemaal op eigen kracht te doen. Ja, man. Dat jullie echt kunnen zeggen van nou, wij als collectief, Recordor Records, wij hebben het allemaal zelf gedaan. Dat is ook heel belangrijk, zodat mensen weten gewoon van het is eigenlijk alleen maar talent wat er in de Recordor zit. Want als je kijkt naar al onze beats, dat is allemaal Recordor beats, alles van onszelf. Op een gegeven moment moet het toch duidelijk worden van, hé, luister nou, al die beats zijn gewoon vet, weet je. En het is niet dat we shoppen bij producers van, hé, één beatje van jou, één beatje van jou, de vetste beat van jou, vetste beat van jou. Nee, het komt beschudden het zo uit de mouw. Het is de bedoeling dat artiesten zo meteen bij ons komen aankloppen voor harde beats, weet je. En dat doen ze nu. Hoe belangrijk is die independentie voor jullie? Denk jezelf. Nou ja, kijk, ik bedoel, aan de ene kant hè, denk ik heel erg belangrijk, maar aan de andere kant, ja, er komt toch iets uit via vetbeats, dus... Ja... Weet je wat het ook is?
Fat Beats is voor ons iets nostalgisch gewoon. Het is gewoon een shop waar we vroeger altijd heen gingen om de allernieuwste of de aller undergroundste hip-hop mixtapes te halen. Ergens onder vanuit de planken vandaan te schudden toen er nog geen internet was. Tenminste, internet was er wel, maar het was nog niet zo groot als nu. Dus dan gingen wij gewoon eens in de zoveel tijd met z'n allen naar Fat Beats blijven lullen over hip-hop daar, platen luisteren en shit. Dus zo is het een beetje gekomen, weet je. En de samenwerking met Fat Beats in zoverre, ja, wat ervan komt, dat is voor ons ook nog een raadsel, zeg maar. Dus we willen daar niet al te open over zijn, want er is nog echt eigenlijk niet zoveel besproken.